De koningin heeft tot ieders verbazing deze week Hans Smolders een lintje geweigerd. Hans Smolders is de man die direct na de moord op Pim Fortuyn achter Volkert van der G aanliep, waardoor de politie Volkert van der G heel snel kon arresteren. Nou ja, als de koningin het niet doet, dan doe ik het zelf maar. 6 mei vorig jaar werd Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark in Hilversum. Willy Brort was niet lang daarna ter plekke om verslag te doen. Gelukkig was de dader Volkert van der G al opgepakt dankzij het ongekend heldhaftige optreden van partijgenoot en chauffeur van Fortuyn, Hans Smolders. Met gevaar voor eigen leven rende hij achter de dader aan en zorgde ervoor dat Volkert een uur later door de politie kon worden gearresteerd. Afgelopen week werd bekend dat Hans Smolders voor dit moedige gedrag geen lintje van de koningin krijgt. Iets waar heel veel mensen op aangedrongen hebben. Veel woedende reacties waren het gevolg. Willy Brort zocht Hans Smolders op. Goeiedag, Willy Brort. Hey, ik roep je zo terug. Ja. We willen ons eigenlijk voorstaan, maar goed, dat maakt ons allemaal niks uit. Waarom? Wat vindt u ervan dat de koningin u een lintje weigert? Ja, ik vind het jammer voor die mensen die er hun best voor gedaan hebben. Want ja, die hadden goede bedoelingen erbij. Ja. Maar als ze het van tevoren gevraagd hadden, ik had het toch geweigerd. Geweigerd? Ja. Waarom? Nou, ik heb van dichtbij meegemaakt hoe die politieke elite en de gevestigde orde mensen, bijvoorbeeld waar ik dichtbij heb gestaan, Pim Fortuyn, echt kapot hebben gemaakt. Ja. Diezelfde mensen, ja, het vinden zo hypocriet allemaal. Daar wil ik niets mee te maken hebben. U bent, toen hij helaas is neergeschoten, bent u gelijk achter Volkert van der G aangegaan. Mm-hmm. U heeft zelf de moord ook gezien? Ja, ja, ja. Daar was u zelf ook bij? Ja. Wat, hè? En toen heeft u, bent u achter Volkert van der G aangegaan? Ja. Hoe lang heeft u achter hem aangelopen? Nou, het leek wel een half uur, maar naar de rand hoor je dan dat het 7 minuten is of zo. Ja, ja. En dankzij u is Volkert van der G, hebben ze Volkert van der G heel snel kunnen pakken. Hi Billy! Ja, ik vind zo'n man moet een lintje krijgen. Als de koningin het niet doet, doe ik het zelf wel. Het is een beetje symbolisch. Ja? Mijn naam is... Mensen, kom eens even hier. Dat is de man die Volkert van der G achterna gezeten heeft, waardoor Volkert van der G zo snel gearresteerd is. Namens de Week van Willewaard en van alle mensen in Nederland die het met mij eens zijn dat u alsnog een lintje verdient. Ja? Ja. Hulde voor uw moeder gedaan. Ja? Hans Smolders is Willy Brort zeer dankbaar. En hij is duidelijk geëmotioneerd door het gebeurde. Waar moet u nou bijna halen? Nou ja, goed. Komt weer boven. Het onrecht, ik vind me zagen gedaan. Dat zit u nog steeds dwars. Ja, het wordt nou ineens weer normaal heb je gewoon, verwerkt je op je eigen manier, maar hier word je mee geconfronteerd met mensen erbij en dan doet het je zeer. De deur van Pim Fortuyn krijgt geen lintje. Met gevaar voor eigen leven achtervolgde Smolders vorig jaar de moordenaar van Pim Fortuyn. Een heldendaad, zou je zeggen. Maar het kapittel voor de civiele orde, dat is de instantie die de lintjes verdeelt, denkt daar blijkbaar anders over. De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding is namelijk afgewezen. Lindy Kom van de LPF dacht dat het allemaal zo geregeld zou zijn. Want als iemand een onderscheiding verdient, dan is het de chauffeur van Pim Fortuyn wel. Het is natuurlijk een bijzondere actie die hij heeft gevoerd in zijn eentje. Ik bedoel, op het moment dat de heer Fortuyn werd neergeschoten, zou denk ik de meest logische reactie zijn om weg te rennen, om gewoon in volslagen in paniek te raken als zoiets onverwachts gebeurt. En hij heeft de tegenwoordigheid van geest gehad om achter de moordenaar aan te gaan, waardoor deze ingerekend kon worden. En dus verdient Hans Smolders een lintje. Ze is zeker niet de enige die er zo over denkt. Hij is die man achterna gelopen en ik vind het lef dat je dat doet. Sowieso. Ik bedoel, voor hetzelfde gaat schiet hij jou ook dood. En die kans had er natuurlijk best wel in kunnen zitten. Maar die man die verdient 2 lintjes. Het is wel een daad die dus een lintje rechtvaardigt. Maar als daar de criteria dus niet voor gelden, dan houdt het op. En dat is het geval. Slechts als iemand voor geruime tijd iets bijzonders doet, kan een lintje worden verdiend. Maar volgens Lindy Kom zit er veel meer achter. Ik denk als het niet Pim Fortuyn was geweest die was vermoord, maar bijvoorbeeld een minister-president of de voorzitter van een andere partij, dat er een hele andere reactie op was gekomen. Ja, zonder meer. Hoe het ook zij, Hans Smolders ligt er niet wakker van. Zeker na alle schandalen rond Margarita zit hij helemaal niet te wachten op een koninklijke onderscheiding.